Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Kirby en dan is het Return to Dreamland. We gaan namelijk returnen naar de Dreamland. Wereld 6, oeh, er zijn nog meer werelden dan wereld 7, 5 en 6, 7. Aardbeiautomaten. Aardbeiautomaten? Aardbeiautomaten. Oh wow. Waarschijnlijk een machinewereld. Met automaten. Ja, kijk maar, automaat daar, automaat daar. Allemaal automaten. I do the love in the jetpack. Op zich dan wel geinig dat je dan niet de oude versie had moeten spelen, want daar zat hij niet in. Ja. Yeah. Oh, hier heb je nog een jetpack, jongens. Ja, we zitten allemaal max. Allemaal. We moeten snel, want we hebben een. Oh, we moeten snel een lomp aanstaan. Ja, net te laat. Oh, wacht even. Nee, het is geen boog, jammer. Alle enemies gewoon absorberen, kijk wat je eruit kan krijgen. Ja. What the fuck? Oh, dat is niet. Ja. Er is gewoon geen incentive om die sneeuw te pakken. Ja, als je wil slapen, ja. Maar daar stopt ze hem ook precies daarin dat je tegenaan loopt. Ja. Ja, precies. Door het gat. Never punished. Ja, precies. Nou, wat zit hierin? Vast een schroeven ding, ja, zie je? Ja. Ja, je moet precies tegen dat ding aan knallen. Jij bent niet meegeschoten hoor. Niet, Oh, wel. Kost even wat moeite, maar... Zo. Nou, de 100 levens halen we niet meer, maar... Ja, dat is instant kill. Maar ja, zo zie je maar, never punished. Oké, let's go. Run. Huh? Ja, waarschijnlijk mij ook al opgegeten. Hé, hey, daar is alweer een deur. Op tij. Eeuw.
Jongen. Hoe gaan we af hoe je zo snel kan gaan? Het was weer voorbij. Ik prefereer toch altijd wel een knop voor snelheid, zeg maar. Ja, echt een renknop, ja. Oh, drakenvlam, oké. Sterf. Oh. Even wachten. Nee, nee. Ja, het blijft nog steeds erg agressief op de vroege ochtend. Dat doen we ook, ja. Even wachten. Huppakee. Ja, hé, hey, als het werkt, hè, waarom ook niet? Mooi. In één keer. Nice. Ja, als het kan, dan doen we het ook ja. Gewoon, hè. Nou, ik denk dat we hier de kloof van krijgen, wat jij. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nice. Triggert hij ook meteen? Nee. Dus je moet er even vanaf staan en dan pakt hij hem. Prima. Oh. Oh, shit. Alright. Already? Oh, ja, ik kan hem wegpushen, hè, dus. Weet niet waarom ik ook in Mario die zit, maar ik heb hem aan pas of zo. Run. Nee! Ja, er zat er een keer aan te komen. Ja. Ja, wij geloven in het simpele. Doe het één keer goed of doe het allemaal niet. Nu kan ik alleen de bonus niet doen, nog wel. Maar... Nee. Maar ik doe wel een mooi dansje als ik alleen ben. Nou, joepie. Nee. Oké. Oh, ik kom wel in de laatste. Nee. Oeh, zijn er weer bosses? Nee, niet. Mogelijk wel, mogelijk niet. Vaak zijn dat wel de laatste levels. Ik snap nog nooit waarom ze zo'n... zo'n stukje doen dat je alleen aan de deur loopt. Ja, was ze dan misschien niet alles in meteen willen inladen. Oké, tornado wat is. Festival is een nook, toch? Festival is een nook, ja. Maar ik ben gewoon fabulous, kijk eens naar mijn veren. Je bent zeer fabulous.
Nee. Volledig onnodig, maar dat maakt niet uit. Zou er iets van boven zijn gevallen? Iets van een waterdruppel? Ja. Auw. Wat? Ik leefde nog. Wat is dat voor een onzin? Nee, P1 is heel belangrijk. Ja, dat blijkt. Player 2 mag 20 keer doodgaan, maar player 1 moet blijven leven. Oké. Okay. Net in mijn aars. Oh, ik kan rots krijgen, maar ik kan ook weer nog een keer rots krijgen. Nou, doet hij iets? Nee. En toen? Rush de boot. Ah, waarschijnlijk is dit de bedoeling of niet? Ja. Oh, ja, ik heb geen steen meer. Oh, dat blijkt wel niet. Oh wel. Voordat je verder gaat, wacht heel even. Oh. Nee, ik kan dus niet. Anders had ik even geheeld, maar dat zat er dus niet in. Kaboom. Ik was te laat met hem opzuigen. Kaboom. Dat. Microfoon. En dit, nou weet je wat, doen we de volgende. Oh. Daar ging microfoon. Microfoon is ook een screen loop. Ah. Alleen die heeft 3 stappen daarvoor nodig. Yeah, heel snel weg. Heel snel. Zo snel het maar kan. Get fucked, Funk. Oké. Okay. Dus nog een goed boek gelezen. We staan hier toch niks te doen. Net te laat. Ah, oh nee, net op tijd. Nog net te laat. Ja, de middags pakt hij niet. Verdomme. Ja. Verdomme. Nou ja, kan gebeuren. Mhm.
een sleutel. Oh. Hij was net te traag. Ja, ja. Nou, toch nog één bol gescoord deze. Dat scheelt dan weer. Ja. En jij hebt nog net voor het einde van de level even nog een zwaardje gescoord. Precies. Ook heel belangrijk. Zeker belangrijk. En ik was niet aan het opletten, ik kom uit op 7. Ik vind het ook zo logisch. Megalog heeft het meeste eten aan degene die het meeste AP heeft. Dat is hartstikke logisch. Ja. Ik snap het wel. Mooi, want ik niet. Ja. Level 3. Zo. Enemies? Nee, wij wij rusten hier mooi doorheen. Precies. Skip het hele level, maar dat maakt niet uit. Het is veel zo leuk om dit met Sonic snelheid doorheen te gaan. Precies. Water. Fuksteen. Oh, daarom heb je dus steen dus nodig. Dan kan je eronder door. Oh wel. Geen steen voor ons. Precies. En dat boeit ons helemaal niks. Nee. Ja. Als het Mario was geweest, was het een stuk moeilijker geweest. Precies. Recht in mijn gezicht, heel fijn. Oeh, ja. Hallo. Doei. Ja, ik heb nu een betere hoed. Dan wordt het voor. Ja.
Hoi. Nou, dat was weer een level. Ja. Een relatief simpel leveltje. Mm-hmm. We houden van relatief simpele levels. Ja, maar die tikken ook snel ze doorheen. Precies. Zie je, we hebben geen health nodig, maar geeft ons alsnog eten. Wat een lieve jongen. Ja, Megalo is een hele lieve jongen. Level 4. Dat is mooi. Ik heb veel liever zometeen weer een kopieerkamer. Maar... Mario Odyssey, waar we zitten in het riool. Ja. Wauw. En nu gaan we van binnen naar buiten. Nou. Oh, nee. Zie niks niet meer. Ja, ik ben een lichtpuntje in de duisternis. Voor de rest heb ik totaal geen nut, maar... Kan je daar eens mee? Ja. Oké. Ook zo mooi. Oh, ik wou net zeggen dat de kandelaar nog brandt, maar die is uit. Ja. Dat zou er wat zijn. Een speciale kandelaar. Ja. Nou, lekker bezig. Even fighten pakken, even. Denk een boss fight. Ja, toch boomerang. Ja. Dan nemen we mooi weer de deur naar... Ja, de verdoemenis. Mogelijk. Ja, dan kunnen we hier langs van de stroming. Maar kunnen wij er onderdoor langs? Ja! Zeker. Oké. Nou. Nou, onze grote vrienden weer. Dat is ook gewoon zo scummy, hè. Dan zit je net mooi in die vaten en dan staat net zo'n beest voor je neus.
Fuck de geheime tunnel. Oh, ik hoor net dat we de geheime tunnel gaan fucken. Ja, je kan niet worden opgegeten als jij niet in de buurt bent, hè, dus... Hoppatee, dat was weer een level. Ja. En weet je wat het ook was? Oh, het einde van de aflevering. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.